Ik heb altijd iets maatschappelijks willen doen. En ik heb ook wel ambitie gehad om in de politiek te gaan. En ik ben 4 jaar gemeenteraadslid geweest in Schoonhoven. En toen heb ik de overtuiging gekregen dat ik beter als professional kan opereren dan als politicus. Omdat ik vond dat in de politieke arena toch heel veel tijd besteed wordt aan wat ik dan toch niet zo relevant vond. En ik vond dat eindeloos gepraat over de gordijnen van een school of het christelijk en het openbaar onderwijs wel gelijk bekostigd konden worden. Heel veel, en als het over het grondbedrijf ging of over grote zaken, dan was niemand thuis. En dat was eigenlijk dat ik dacht, nou, dat inspireert mij niet. En later, als ambtenaar, dan moet ik ze met veel respect voor het parlement. Maar als je 1000 vragen krijgt bij een wetsvoorstel, dan gaan we zeggen, dan heb ik nou ook niet het gevoel dat het een grote bijdrage is. Of als je begrotingsbehandelingen doet in het parlement, waarbij dan toch de actualiteit overheerst in plaats van een grondig debat over een stuk, wat toch het jaardocument is waar de minister voor wil gaan. Ja, moet ik ook zeggen dat ik mijn toegevoegde waarde dan groter vond in de ambtelijke dienst dan in de politieke arena. Nou, vanuit je professie zeg maar invloed uitoefenen op een open manier, maar ook een leiding geven aan mensen, het plezier om mensen te ontwikkelen en te zien groeien. Dus zien dat mensen met vreugde werken. Dat soort plezier krijg je terug. En in de politiek is het toch een hardere cultuur. Het maakt wel uit of je vanuit de inhoud. Ik ben natuurlijk gestart vanuit de inhoud. Als juridisch medewerker, dan help je een wet maken. Nou, dat is. Zeker als je jong bent, dan is dat wel iets. Hè? Helpen een wet maken. Ik ben vrij snel op mijn 32e in de leiding terechtgekomen. En dat, nou ja, en mijn vak is eigenlijk ook wel ambtelijk leiderschap geworden. Ja, dat kan je niet van leren. Dus dat is iets dat zo ontwikkel je als persoon. Kennelijk heb je van nature enkele gaves waardoor dat goed gaat. En de essentie van het ambtelijke is eigenlijk toch wel dat je echt probeert vanuit de inhoud en de zakelijkheid bewindslieden te adviseren. En het spannende is dat je ook rekening moet houden met een politieke omgeving. Dus het is die spanning tussen die twee aspecten die het werk erg interessant maken. Ja, ik heb wel een mooie anekdote uit die tijd. Het was de tijd dat ik in de avonturen rechten studeerde en bij sociale zaken werkte. En nou, wat ik toen heel erg gemerkt heb, bijvoorbeeld zo'n ministerie als Sociale Zaken, was de vechtcultuur tussen de verschillende onderdelen van zo'n ministerie. Ik werkte bij arbeidsvoorziening en je had ook sociale voorzieningen en directoraat-generaal algemene beleidsaangelegenheden. Er was een keer een discussie over de 57,5-jarige regeling. Dat was een enorme jeugdwerkloosheid. En toen wilden ze van arbeidsvoorziening wilden we die jeugdwerkloosheid bestrijden door de uitstroom van ouderen mogelijk te maken. En ik weet nog dat toen hoog oplopende ruzies waren tussen zo'n DG arbeidsvoorziening en DG sociale verzekering. Want die moest betalen en de arbeidsvoorziening kon dan, nou ja, voor wat het waard is, ambtelijk, ik kijk daar nu heel anders tegenaan, maar toen, dat waren gewoon gevechten. En als ik dan nu kijk, dan vind ik dat we op een veel sterke vertrouwensbasis en openheid met elkaar omgaan. En dat we wel vanuit belangen redeneren, maar veel minder vanuit macht. Ik vond dat er toen veel meer vanuit macht posities werden ingenomen. Nou, ik denk dat de mobiliteit, de algemene bestuursdienst en de mobiliteit die ontwikkeld is, waar ook nadelen aan zitten, maar die heeft daar echt zeker toe bijgedragen. Want als je op meerdere departementen werkt en vanuit meerdere perspectieven gewend bent om te denken, dan ga je ook breder denken. Je ziet ook het SG-beraad is een heel ander beraad geworden dan het was. Dus ik denk dat vooral de ABD daar een belangrijke Dat is bijdrage het heeft belangrijkste. gemaakt. Ja, maar ik denk toch niet dat dat een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Want dat zijn toch allemaal structuurdingen. En ik geloof veel meer in de kracht van dat je als mens verschillende ontwikkelingen doormaakt en daardoor ook veel meer bereid bent vanuit het perspectief van de ander te denken.
De tussenlaag is altijd de laag die het lastigst heeft om mee te gaan in die ontwikkeling. Want die hebben ook een sterke verbondenheid met de identiteit van hun club waar ze voor moeten staan. Ja. Daar hebben ze ook verantwoordelijkheid voor. Terwijl medewerkers weer gewoon zoeken, ik heb een dossier en ik moet met anderen samenwerken om dit dossier verder te krijgen. Ik ben justitie binnengekomen als directeur financiën. Ja. Vervolgens ben ik als niet-rechterlijk lid bij de Raad van Rechtspraak gekomen. Ja. En daarna ben ik DG geworden. Ja. En in die DG-rol was een groot voordeel. Ik had een enorm kennisnetwerk. Heel veel mensen kenden mij. Ja. Ook in het veld van het Openbaar Ministerie, al die officieren van justitie en het college en de raad en alle presidenten van rechtbanken, die kende ik allemaal. En ja, dat heeft mij wel veel voordeel opgeleverd in mijn rol als DG. Ja. Ik praat de eerste maanden heel veel met heel veel mensen. En ook over de inhoud. Dus over wie ze zijn, wat ze doen en wat ze belangrijk vinden. En ik praat ook over mijn werkstijl. En namelijk, ik lees niet alles. En dat wil ik ook niet. Het kost me veel te veel tijd. Dan kan ik niet de toegevoegde waarde leveren, daar liggen mijn capaciteiten niet. En toch ga ik over de inhoud. Mm-hmm. Ik wil de hoofdlijnen van de inhoud snappen. Ik wil leiding kunnen geven als het om strategie gaat en grote keuzes. Ik wil het kunnen uitleggen als het nodig is. En jullie moeten mij in positie brengen. Mm-hmm. Zorg dat ik in positie ben, want dan kan ik een goede baas zijn voor jullie. Eigenlijk dat ze mij op de hoofdlijnen op de hoogte brengen. Ja. Dat ze veel ruimte krijgen om zelf dingen te doen. Dat ik ook zeg, als je jezelf verantwoordelijk voelt en je denkt dat je me niet nodig hebt, ga vooral je gang. Heb ik ook met bewindslieden besproken. Als SG las ik niet alle stukken. En er zijn SG's die wel alle stukken lezen. Ik was er heel selectief in. Ik zei tegen de DG's, als je vindt dat ik het moet lezen, dan moet je mij erop attenderen. Waar zitten jouw ongemakken, waar zitten jouw twijfels, waar zitten je vragen? En dat zei ik ook tegen de bewindslieden. Als je wil daar kunnen kijken, omdat je het niet geeft, terug. En dan lees ik het en dan krijg je mijn advies. Het zijn verschillende dingen. Het is denk ik het werkplezier voor mensen. Dat je mensen uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Dat je richting geeft als mensen erom vragen. Dat is dus heel belangrijk. En dat je ze ook bewust maakt van de politieke context. Dus ze wijst op risico's of dat soort dingen. Je maximaal verantwoordelijk maakt ook om te zorgen dat ik goed geïnformeerd ben. En dat doe je door hele open relaties te hebben. En mensen mogen fouten maken. Want als je wil dat mensen informatie komen brengen, dan moeten ze zich veilig voelen. Ook als de dingen niet goed gaan. En ik heb dus afspraken gemaakt, bijvoorbeeld met de minister Hizbarin afspraken gemaakt van Ernst, ik ga niet met jou mee naar het parlement. Ik zorg dat je goede mensen meekrijgt. Want als jij dingen legitimeert in het parlement, moet ik zorgen dat er ook wat van terecht komt. En als we zo samenwerken, kunnen we denk maximaal toegevoegde waarde leveren. Met kamervragen heb ik een directeur voor verantwoordelijk gemaakt. Ik heb er eigenlijk gewoon een werkproces van gemaakt. We krijgen zoveel kamervragen, het is gewoon een werkproces. En dan geef ik richting, ga geen beleid maken met beantwoorden van kamervragen. Beantwoord de vraag, punt. Beleid maken is een ander proces. Dus het is wel weer heel erg procesgedacht. Maar je richt het dan zo in en dan zei ik tegen die directeur, jij bent verantwoordelijk en ik hoef ook die antwoorden niet te zien. Die gaan maar rechtstreeks naar de top of naar de bewindspersoon. Alleen, als jij twijfelt of je hebt vragen of je voelt je onzeker, dan kom je bij mij en dan krijg je van mij duiding. Maar ik heb wel mijn werkwijze expliciet gemaakt aan de voorkant. Dus zowel bij, in ieder geval bij de laatste twee rollen, bij Ernst Hizbarin als DGRR, heb ik expliciet gemaakt van laten we afspraken maken over mijn rol en jouw rol, hoe zie je dat? En daartoe initiatief nemen is een van de punten, denk ik, die belangrijk zijn. Want de meeste mensen beginnen gewoon met elkaar. Ja. Die hebben het er niet over. En zo heb ik dat eigenlijk met Jet Bussemaker ook gedaan. Zo van, nou, dit is mijn kracht. Hier ben ik helemaal op aanspreken. Ik ben overal verantwoordelijk voor. Je mag me overal op aanspreken.
Maar dit is mijn werkstijl en mijn werkwijze. Ja. En vind je dat oké? Okay? Ik werkte bij DGRR in mijn laatste rol voor Opstelten. Mm-hmm. Opstelten vond het geweldig als ik maar problemen oplossen. Opstelten zei, Hans, los het op. En als je het opgelost had, dan zei hij, dankjewel, Hans. Toen ging ik naar OCW als SG. En daar zat Maya van Bijsterveld. Een hele andere persoon. Mm-hmm. Met hele andere verwachtingen. En dat heeft in het begin wel even wat botsingen gegeven. Omdat ik was die stijl gewend van heel veel ruimte. Omdat die bewindspersoon blij was als ik het oploste. De SG speelt toch een heel sterk verbindende rol. Althans, zo heb ik het zelf ingevuld. Mm-hmm. Wij hadden wekelijks met die twee bewindslieden, hadden we met z'n drieën wat heette politiek beraad. Mm-hmm. Ging niet altijd door, maar toch. En dat was toch de manier waarop de politieke gevoeligheden even met z'n drieën besproken werden. En dan ben je toch de derde persoon die toch behulpzaam is om het goede gesprek te voeren met elkaar. En natuurlijk spraken ze ook wel onderling, maar soms heb ik ze ook al gestimuleerd om onderling te praten. Ja. Ja. Dat is onder andere wat je doet. En iets anders wat ik gedaan heb is, na elke periode van de zomer of van de kerst, een reflectiemiddag of avond organiseren. Zo van uit de hitte van de strijd, iedereen is weer even thuis geweest. Zullen we even terugblikken op het afgelopen half jaar, even vooruitblikken op het komende half jaar. Ik heb er één keer als SG, op mijn initiatief, zullen we even helemaal opnieuw beginnen? Zullen we dat 26e concept wegdoen? Zullen we even opnieuw starten? Wat was ook alweer het probleem en de aanleiding waarom we die brief gingen schrijven? Hmm. En zo zijn we opnieuw begonnen. Dus dat is ook een voorbeeld van een interventie. Als je echt denkt van hier komen we niet meer uit. Dan moet je een nieuw proces bedenken. Ja. Nou, vooral teamspelers. Ze moeten echt als... ook wel inspirerend kunnen zijn naar mensen. Want ik verwacht veel van... uiteindelijk haal je de kwaliteit uit mensen. Dus als je mensen niet weet te inspireren, dan is de kans dat je er minder uit haalt groter. Dus dat vind ik heel belangrijk. En tegelijkertijd, soms moet je het ook gewoon doen met de mensen die je krijgt. Toen ik DGRR werd, had ik 4 directeuren. Die moest ik gewoon plaatsen. Mm-hmm. Want ik had een grote verandering, maar ik had gewoon 4 directeuren, die moest ik plaatsen. Hm. Ik heb toen wel, er waren de 3, die gingen voor dezelfde functie. En toen heb ik wel gezegd, dit weekend denk ik na over, ik denk na wie het beste op welke plek terecht kan. En als je dat niet wil, als je die keuze niet respecteert, dan moet je weggaan. Hm. Dus daar ook wel duidelijk in zijn. Ja. En vervolgens 2 dagen op de hei gaan zitten met die directeuren om met elkaar het gesprek te voeren. Van waar zijn we goed in, waar zitten de kwetsbaarheden, hoe kunnen we elkaar goed in positie houden. Mm-hmm. Zorgen dat je een team bent, voordat je echt aan de gang gaat. Ja, dat is wel een lastige vraag. Mm-hmm. Ik denk wel dat dat verbindende en het met mensen, dat iets is wat intrinsiek in me zit. En wat je onderweg leert van je fouten. Je doet natuurlijk... niet alles goed. Als je terugblikt op je eerste leidinggevende rol, dan denk je later, dat zou ik zo niet meer doen. Dat zou ik op een andere manier doen. Dus dat verbindende denk ik wel, dat durf ik eigenlijk wel te zeggen. Als ik gewoon even snel door mijn loopbaan heen kijk, dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Hmm. Ja, dat is wel een iets dat kennelijk in me zit. Op meer technieken, daar heb ik nooit echt heel zwaar in verdiept, mm-hmm. moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het altijd gedaan op min of meer mijn eigen methode. Mm-hmm. Dat is inderdaad sterk verbindend. Mm-hmm. De vorming van DGRR heb ik eigenlijk ook gedaan op een manier dat mensen zelf mochten kiezen. Ik heb 4 directeuren, die kreeg ik. En op een gegeven moment hebben we een dag georganiseerd. Gingen ze elk op het podium staan, daarna in een hoek. En toen zei ik, gaan jullie maar met elkaar het nieuwe DG bouwen. En zo zijn. En ga maar naar de directeur waarvoor je wil werken. Dat is natuurlijk wel een bijzonder... dat stond in geen enkel boek. Ja. Dat heb ik samen met een paar adviseurs bedacht. Om dat dan dat zomaar eens een keer te proberen. Ja. En dat geeft mensen enorm veel energie. Ja. Kan je de harde kant... Ja.
wat is dan de harde kant? Het gaat toch meer om structuurdingen. Bij OCW waren er op een gegeven moment bij een DG vijf directies die elkaar een beetje aan het tegenwerken waren. Ik heb toen ook even ingegrepen en ik heb twee directies om zeep geholpen. Omdat ik echt zeg van, jongens, dit werkt gewoon niet. De buitenkant weet niet meer met wie ze moeten communiceren. Want we hebben drie gezichten, dat gaat niet, hè? Ja, dan doe je een structuuringreep. Ja. Omdat de structuur toen faciliteerde dat we niet effectief waren. Ja. En dan grijp je op de structuur in. Ja. Ja. Maar dat hoef ik niet in een boek te lezen. Dat heb ik nooit een punt gevonden. Alleen, dat is niet het enige. Kijk, als je alleen nog maar op New Public Management-achtige en op wat irrationele indicatoren je tent runt, ja, dan ben je alleen nog maar heel zakelijk bezig om via output-indicatoren of nog gekkere indicatoren je tent te runt. Kijk, de echte invloed doe je door de persoonlijke benadering. Ja. Maar dat kan nooit het enige zijn. Ja. Je moet ook gewoon rapporteren, je moet verantwoording afleggen over wat je doet met middelen. En daar horen gewoon getallen bij en afspraken. Ja, nou, ik was wel teruggesteld en ook wel door wat ik aantrof. Ik heb zelf in 6 jaar als DG echt geprobeerd om daar een soort nieuw elan in te brengen. Ook een wat andere opene cultuur in te brengen. En wat ik eigenlijk aantrof was angst. Onzekerheid. Een top die geen anker meer had. Dat vond ik eigenlijk heel erg teleurstellend. Dat kennelijk in een aantal jaren tijd dingen die in de top gebeuren zo'n grote invloed hebben op mensen. Dat onderzoek, dat was een van de dingen die moest gebeuren, was dat onderzoek moest van start. Maar mijn voormalige secretaresse belde mij op. Die zei, Hans, wil je alsjeblieft zelf even langskomen bij de mensen, want om ze gerust te stellen. Dus ik ben gewoon als SG, waarnemend SG, ben ik gewoon naar die mensen gegaan van ja, we gaan een onderzoek doen, want jullie hoeven geen zorgen te maken. Je moet gewoon vertellen wat je weet. Dus dat, ja. Wat ik aantrof was, en ook wel de roep om hulp. Een van de DG's zei, Hans, wil je ons helpen een team te zijn? Ik kwam binnen van de een op de andere dag, een uur voordat de bewindslieden kwamen, heb ik een uur met de top gesproken. Zeg van, nou, ik kom hier tijdelijk. Ik doe het naast mijn baan bij OCW, waar ik ben hier voor 3/4 van de tijd ongeveer. Ik hoor dat, wat moet er gebeuren? Nou, de begroting en de commissie, er moest een commissie gevormd worden. Nou, zo had ik een 5-tal punten die ik moest doen. Ik zeg, is er nou nog iets? Hans, wil je alsjeblieft helpen dat wij weer een team worden? Dus wat je zag is dat iedereen ging zijn eigen schuttersputje in. Als mensen zich niet veilig voelen, dan gebeurt dat. Ja. Nou, dat trof ik aan en dat vond ik buitengewoon teleurstellend. Ja, ik vind het moeilijk om daar een gezaghebbende uitspraak over te doen. Want ik heb het niet meegemaakt en ik heb natuurlijk veel gehoord. Maar ja, de bottom line is, als er geen eenheid in de top is, gaan mensen toch hun eigen veiligheid zoeken. In hun eigen wat veiliger domein. Ja. Dat is toch wel de bottom line, denk ik. Ja. Nou, eigenlijk gewoon door mezelf te zijn. Dus ik vond het ook helemaal niet zo'n ingewikkelde vraag. Door gewoon weer te zijn wie ik ben, de meeste mensen, eigenlijk al die mensen kenden mij. Ja. Dat helpt natuurlijk enorm. Tuurlijk. Ze kenden mijn stijl, ze weten wie ik ben en ze vertrouwen me. Ik heb wel één ding specifiek gedaan daarvoor, dat ik zei van ja, jullie zijn zo elke dag bezig met het dichtlopen van de dagelijkse problemen. Terwijl de top zou ook over strategie moeten gaan. Dus ik heb wel een start gemaakt met praten over strategie. Ook toen met Van der Steur erbij, die vond dat ook interessant. En dat heb ik nog in overleg gedaan met Siebe. Toen ik wist dat Siebe daar zou komen, heb ik tegen Siebe gezegd, ik start vast om een paar keer met de top over strategie te praten. Want ook daarover praten met elkaar heeft verbindende werking. Ja. Dan ben je weer met elkaar bezig in plaats van allemaal te rennen in je eigen domein om de dagelijkse problemen op te lossen. Ja, je moet
om een team te zijn, moet je over gemeenschappelijke dingen kunnen praten. Ja, en de top, ja, de strategie is echt het domein van de top. Ja. Dus daar moet je met elkaar ook tijd voor maken. OCW is een directeurendepartement. Ja. En die directeuren zitten er al heel lang. Ja. Dat was een belangrijke waarneming. Ja. En ik heb niet al te lange periode de boodschap uitgedragen van... Ik kreeg een kans. Er gingen in korte tijd 3 DG's weg, dus ik kon nieuwe DG's benoemen. Hm. Dat was best wel lastig, want daar ging een stuk ervaring weg, maar ik had ook de kans om nieuwe mensen te benoemen. Ja. En er waren ook directeuren met de ambitie, die zijn het niet geworden. Hm. En dat was ook een boodschap naar de directeur, want vervolgens heb ik ze gevraagd van of ze mobiel wilden zijn interdepartementaal. Hm. Dat zijn echte OCW-mensen. Hm. Vervolgens heb ik gezegd van nou... ik heb een paar ambities. Ik wil gewoon nieuwe mensen van buiten in dit departement op directeurposten. En ik wil 40% vrouwen in de top. Mm-hmm. Dat is mijn kompas. Mm-hmm. En dan ga ik niet iets. Dat betekent dat ik bij elke mutatie dat dit kompas gebruik. Mm-hmm. En ik heb de directeuren in ieder geval gezegd van ja, als je onderwijspersoon wil zijn, dan moet je misschien naar het veld gaan. Mm-hmm. Want daar is het echte onderwijs. En een aantal hebben dat ook gedaan. Hmm. En met succes. En zo is er van Rivere ruimte ontstaan. Ik ben in het begin wel enigszins voorzichtig geweest. Want dat is een nadeel als je binnenkomt en je kent de organisatie niet. Hmm. Dus ik heb daar wel even tijd voor genomen. Om te snappen van wat is hier aan de hand. Hoe wil ik interveneren? Koos had een hele grote reshuffle gedaan met directeuren. Maar ze waren daardoor wel allemaal gebleven. Hmm. Alleen op andere posities. Mm-hmm. En ik dacht, nou, ga ik iets groots doen of doe ik het gewoon stapsgewijs? En ik heb gekozen voor, ik ga niet een grote reorganisatie doen. Ik ga gewoon zeggen wat ik belangrijk vind en wat de koers is. En daarbinnen ga ik gewoon elke mogelijkheid benutten om daar voor Rivere veranderingen aan te brengen. Ja, dus dat is eigenlijk de diagnose die ik gesteld heb en de werkwijze. Het probleem van verkokering en ook wel de kritiek die er interdepartementaal was, dat OCW wel weinig toegankelijk was voor de andere departementen. Want OCW stond er niet slecht, maar ook niet heel erg goed op. Zeker niet bij de andere departementen. En dus ik vond het heel belangrijk om van verschillende departementen mensen binnen te krijgen. En dat is ook gelukt, want we zijn van EZ binnengekomen, van SZW, van VWS. Dus ik heb uit die hoeken een aantal mensen binnengehaald. Mm. En dat, ja, die maken andere verbindingen binnen het Rijk. Ja. Dus wat er eigenlijk een beetje aan ontbrak is, dat de ABD daar die mobiliteit niet op gang heeft weten te brengen. En dat is me uiteindelijk wel gelukt. Daar heb ik mij aan gehouden. Ik weet ook wel dat er op departementen wel ook directeurenbenoemingen zijn geweest waar de politiek behoorlijk invloed op heeft gehad. Ja. Ja. En ik heb altijd die grens scherp getrokken. Je mag maximaal goede mensen aanleveren. Maar uiteindelijk beslis ik erover. Ja. Want wij hebben hier een cultuur waarin wij verantwoordelijk zijn voor die... Als morgen een andere politicus komt, die organisatie moet gewoon staan. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Ja. En hier ligt de grens. Nou, ik vind de belangrijkste verandering is dat ik in de loop der jaren, met ook de nieuwe generatie die voor Rivere SG werd, meer een sfeer kwam van naar meer openheid. Dus de hele discussie over wat wel en wat niet transparant. Maar vooral denk ik de invloed die de rol die we kozen bij de wekelijkse ministerraadagenda. Waarin we eigenlijk ook checkten, zitten hier nou nog punten op de agenda waar we ambtelijk ruzie over maken die we politiek maken. Dus we proberen de agenda voor de ministerraad te zuiveren van ambtelijke onderliggende discussies. Die moeten wij oplossen. Dus soms halen we dingen van de agenda omdat we echt vonden dat dat niet rijp was voor besluitvorming, omdat de ambtelijke discussie dan tot politieke discussie wordt gemaakt. En ik vond ook de gesprekken daarover dan ook professioneel. Namelijk, wij hebben ons werk nog niet goed gedaan.
Nou, we moeten ons werk beter doen. We moeten de bewindslieden niet... En als, als je naar een lange verleden kijkt, die ministerraden die in het verleden zo lang duurden... Ja, dat waren toch ook vaak gewoon onuitgesproken ambtelijke discussies die politiek gemaakt werden. Dus ja, maximaal ook als voorbetaal faciliteren dat de bewindslieden het alleen over de politieke geschilpunten hebben en niet over de ambtelijke discussies. Ja, en ik had ook meer het gevoel dat het een meer een eenheidsclub was. Ze gingen van Rivière, dat was ook wel onder Wim Kuiken al wel gedaan hoor. Dus van Rivière ook die bij die kabinetsformaties brieven schrijven en zo. Nou, dat waren allemaal stapjes dat er meer een eenheid kwam en dat niet iedereen voor zijn eigen ding ging. Wat ook geïntroduceerd is, vond ik ook wel mooi, is dat die jaarlijkse personeelschouw van de DG's. Die was eigenlijk ieder departement, die zette maar mensen op de lijst van potentiële DG's, DG-abelen. Ja. En ik weet nog dat ik toen binnenkwam, dat zei van, ja, maar hoe komen die mensen nou op de lijst? Wat voor proces zit daaronder eigenlijk? Wat weten we eigenlijk van elkaar over die mensen? Eigenlijk niet zoveel. En dat betekende bijvoorbeeld dat ik bij OCW drie DG-abelen van de lijst gehaald heb. Er stonden er drie op. En we hebben toen een toetsingsproces gedaan. En dat is nu de jaarlijkse schouw geworden, waarin er veel opener gekeken wordt van ja, als jij vindt dat iemand DG kan worden, dan moeten anderen dat ook vinden, want in ons systeem moeten ze wel kunnen switchen. Ja. Dus wij moeten meer tijd stoppen in ook te praten over de mensen. Uiteraard worden ook wekelijks je zou kunnen zeggen, de beeldvormende incidenten besproken met elkaar. Daar is ook ruimte voor om dat te doen en afhankelijk van wat er gebeurt of mensen zwaar beschadigd worden, dan heb je het daar ook over met elkaar. Alleen als het gaat om wat kan je daar nou concreet aan doen, moet ik zeggen dat we ook niet echt een instrumentarium hebben om dat te doen. Want je komt er heel snel defensief over. Het is eigenlijk bijna de onmacht als er over gesproken wordt, als je geschoren wordt, dat je bijna stil moet zitten. En je hebt het er wel over. En tegelijkertijd is het meer dat je het erover hebt om elkaar een hart onder de riem te steken, dan dat je vanuit die gedeelde waarden heel erg veel invloed kunt hebben. In het rapport Werk en Uitvoering hebben we wel openingen gemaakt om dat gesprek tussen uitvoering en het parlement dichter bij elkaar te brengen. Ook door die grote scheiding van beleid en uitvoering is dat heel erg uit elkaar gedreven. Ook door dat kerndepartementen steeds afgeslankt zijn en steeds meer bijna de ondersteuner van het politieke bedrijf zijn geworden in plaats van een zelfstandige beleidsoriëntatie die ze samen met de samenleving en de uitvoering maken. Ja, eigenlijk zitten we nu aan een fase van kentering om daar echt weer een hele nieuwe balans in te vinden met elkaar. Ja. Ik vind dat je als SG strepen moet durven trekken. En ik vond bij die terugblik op dat dossier van die PGB dat er geen rode lijnen waren getrokken. En dat je dat als SG, als je weet dat die rode lijn wel getrokken moet worden, omdat je ook inziet dat het anders niet goed gaat, dan vind ik ook dat je de plicht hebt om dat te doen. Ik heb het bij Jet Bussemaker één keer gedaan toen de Kamer aandrong op het uitvoeren van faciliteit voor de mensen in het mbo. En het moest allemaal snel en het moest meteen. Ik heb het toen met Rob Kersens besproken, die de DG Duo was. Rob kan dit. Rob zei, nee, dit kan nu niet. Dan loopt de machinerie vast. Nou, dan ben ik samen met Rob naar de minister gegaan en zeg, Jet, het kan niet nu. Als je wil dat je het nu toch doet, dan krijg je van mij nu een formeel advies waarin ik dit is ten stelligste ontraad. Het is in jou de keuze. Jij maakt de politieke afweging. Ik ben verantwoordelijk voor mijn advies. Jij bent verantwoordelijk voor de keuze. En zij heeft er toen voor gekozen om het advies te volgen. Ja. Inmiddels is het geregeld, maar toen kon ik niet. Ja. En dus heb ik als SG had gezegd, er zijn al zoveel mensen die met de actualiteit bezig zijn. Laat mij dan de lange lijn maar doen.
Laten we zorgen dat ik vooral kijk naar strategieën, een lange ontwikkeling of de uitvoering er wel goed toegerust is. In plaats van de hectiek van alle dag. En de hectiek van alle dag, hoe dat komt, is toch een sterke politieke dominantie. En de mediacultuur is natuurlijk ook zoveel groter geworden. In het hele politieke discours is gewoon de druk van het parlement en de actualiteit zo groot. En die slipt gewoon. En je ziet eigenlijk dat de beleidsdirecties grotendeels doekgroep zijn geworden. En dat je dus een strategiedirectie moet inrichten, een kennis- en strategiedirectie, om voor de lange termijn te zorgen. Ja. Die je dus samenstelt uit verschillende onderdelen. Dat je gewoon dedicated teams maakt, multidisciplinair, die je gewoon een aantal vraagstukken laat verkennen. Ja. En dat is een hele andere manier dat je zegt, ja, de basisorganisatie, de basisstructuur, die hebben we helemaal nodig om beslissingen te nemen. Maar de werkwijze om beleid te maken, die moet je daar eigenlijk omheen organiseren. Ja. Ja. Dat is eigenlijk hoe het volgens mij in de toekomst beter zou moeten. Ja. Ja. Je hebt ook mensen nodig die in staat zijn om de kennis aan te boren. Als je klein bent, dan moet je slim zijn om andere mensen te verbinden. Mm-hmm. Er zit natuurlijk heel veel kennis, bijvoorbeeld bij onderwijs, in het onderwijsveld. Mm. Er zit bij kennisbureaus zit er kennis. Dus hoe organiseer je die kennis vanuit het departement? Daar heb je wel een bepaalde basiskennis voor nodig, want je moet nog wel weten hoe het zit. Maar je hebt daar dus ook daar een goede mix bij nodig. En, ja. De ABD heeft dus goed werk gedaan om de verkokende te breken. Maar de manier waarop dat gaat, dat soms al na 3-4 jaar mensen van één departement naar andere gaan. Je kan de mobiliteit ook veel slimmer organiseren. Ja. Ja. Ik ben echt voorstander van mobiliteit tussen beleid en uitvoering, maar wel op hetzelfde kennisdomein. Ja. Dan ontwikkel je. Precies, dan heb je cumulatieve kennis. Precies, ja. En dat is wat er onvoldoende gebeurt. Ja. Dus ik hoop echt dat de komende jaren de ABD veel meer die kant op gaat. Ja. Om die kennisstructuur gewoon echt te versterken. Dat is echt nodig.